Varela glijdt uit. Wellicht kan de Graafschap er hieruit. Ouassar. Vinke. Ja. Eerste kans voor de Graafschap. Vinke raakt 1-0 voor de superboeren. Calabro, is het geen buitenspel? Nee, dan is dit een enorme knal zeg op de paal. Je ziet het doel trillen achter Terrel. En de Graafschap ontsnapt hier aan een gelijkmaker. Bilate maakt zichzelf zo nuttig. En dit is gelijk via Bellasani. En onverdiend is dit uiteraard niet. Bilate houdt binnen. Nijs. En Terrel. Ja, die paal. Weer behulpzaam. Nadat eerst zijn hand er tegenaan kwam. Sparta weer ongelooflijk dichtbij een voorsprong. En waarschijnlijk ook de winst. En weer ontsnapt de ploeg van Pieter Huistra. En aangezien Sparta de ploeg is die de kansen krijgt, laat het thuispubliek horen wat het ervan vindt. En ziet het hier deze kans. Kans die de aanleiding is tot een penalty. Toch een ongelooflijk belangrijk penalty. De Graafschap kan de drie punten keihard gebruiken. Het rommelt op vele fronten bij deze club. En dan gaat die bal er niet in, zeg. Anko Jansen mist. Of moet je zeggen, Pellats pakt en redt. En zo blijft het dus 1-1 hier in Doetinchem.